Waar zijn ze nou? Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer maandag, de 22e. En vandaag is ons Elwing jarig. Ja, ze ligt hier bij me op de grond. Hé, mijn grote meid. Ja, die is vandaag 4 jaar geworden. Dus we hebben een dierenfeestje. We zijn vannacht al begonnen. Maar ook welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Gekkie, ik schrik van je. Ik krijg helemaal de droog van jou. Van Elwing de verjaardag. Dus welkom allemaal. Ja. Hè? Gaan we een feestje bouwen? Enkel, ik kan niet veel beginnen. Nee, ik heb nog steeds vreselijk veel pijn. Ik zou vandaag de huisarts gebeld hebben voor een afspraak. Maar ik heb mijn alarms. Had ik gezet. 2, 3 stuks. En ik heb ze in mijn slaap uitgezet of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval... Ik heb niks gehoord. Dus morgen weer een poging. Ja, ik moet voor 10 bellen. Anders ken ik niet. Hé? Rijka? Hé? Ja, je bent ook lief, hè? Ja. We zijn allebei lief, ja. Hé? Kijk eens wat je met mijn broek doet. Zo. Ik kan zien waar je in gezeten hebt. In de tuin, zeg maar. Aan het broed er weer. Ze heeft weer een hele kuil gemaakt en allemaal wat zand op het terras. Nou. Nou, en daar hebben we ook meneertje Kandalf. En daar hebben we de dames. Hé, ja, en hoe laat is het? 2:30. Astrid, die komt zo. Kijk, daar heeft ze die kuil gemaakt. Hier moet jij naar buiten. Ja, en als Astrid dan komt, ja, Astrid die is zo gewend. Doe maar, doei. Hé, ja, kereltje. Maar oké, lieve vrienden, ook wens ik jullie natuurlijk een hele, hele fijne dag. Ik kan deze arm niet uitrekken, dus doe ik het zo. Een hele fijne dag gewenst allemaal en geniet van alles. Het is hier al... Nogal vreemd weer, bewolkt en dan weer zonnig en dan weer bewolkt. En het is niet koud, het is lekker. Dus ja, geniet. Ja, en ik vergeet jullie niet als jullie mij nou ook niet vergeten. En vandaag, ja, begint ook die rebus oplossen voor jullie. En kijken wie de winnaar wordt. Ja, mijn vlog die komt om 14:30 online. Dus ja, allemaal leuk en aardig, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Ja, en dan zaten we hier ook voor de deur, want ik heb iedere keer vogeltjes in de tuin. En dan begint die lekker te mekkeren. En die staat te kijken en die zit op mijn schoot te kijken. Maar ja, ze zijn weer eventjes verdwenen, maar ze waren in het zand een beetje bezig, die vogeltjes. Maar gewoon huismusjes, hartstikke leuk. Geweldig, maar ze zijn weer weg. Ja, waar zijn ze nou? Potverdikkie? Hé, potverdikkie, hè? Ja, waar zijn ze nou? Ja. Waar zijn ze, Rijka? Waar zijn ze, Rijka? Ja? Weg. Waar zijn ze nou? Potverdikkie? Hé, weg, hè? Waar zijn ze nou? Wat voor dikkie? Oh ja, een potte dikkie doosie. Gekkie. Met barbaal meisje jij, ja. Ja, en de vogeltjes zijn weg. Weg, weg, helemaal weg. Waar zijn ze niet meer? Waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou? Potverdikkie. Weg. Rijker weg.
Waar zijn ze nou? In de lucht, zeg maar. Aan het vliegen? Nou ja, als ik ze weer zie, dan pak ik jullie er weer even bij. Astrid is boven bezig. Ja, want de fiets die staat daar, zoals jullie allicht zien. En daar legt er eentje te doen. Ja, tante Mario die moet komen, hè? Ja. Komt goed, hoe schat. Ja hoor. Dus, maar in ieder geval, en anders maar niet, dan heb je enkel vandaag de tuin tot je beschikking. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, ze had visite, dus je kan ook niet op twee plekken tegelijk zijn. Dus, maar oké, ik zal zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Nou ja, Astrid is net de deur weer uit. Mario die komt ook niet. Marianne ook niet, want die had een verjaardag. Mario die had het druk. En die had ook van alles nog wat te doen. Dus ik ga het gewoon zelf proberen. Die meisjes moeten er toch uit. Ja. Godverdikkie. Ik heb gezegd tegen Mario, ik hou jou op de hoogte. Zeg of het lukt ja of nee. Want ik moet ook nog boodschapjes doen, hè. Want ik heb geen brood meer. Ik heb nog één balletje. Dus ja, ik moet wel weer wat halen. En dus dat gaan we ook doen. En ik heb net medicijnen ingenomen. Dus ik wacht even totdat dat is ingewerkt. En dan ga ik met ze lopen. En dan komt het vast en zeker wel goed. Dat ik neem eventjes nog een bak koffie. En daarna laat ik ze lekker even uit. Dan hebben ze toch ook een loopje weer gehad. En dat kan ik vanavond weer proberen. Ja toch, dan maar twee keer even achter elkaar. Maar dan doe ik het toch wel weer zelf. Hé? Ik bedoel, rond een uur of zes en zo meteen nog eventjes. Ja toch? Hé? Want ja, Jetje, hè? Maar in ieder geval, mijn huis is ook weer schoon. Het is gedweild, et cetera. Enkel die... kleine monster. Daar. Ja, Rijka, die had een hele vieze neus. Want wat had Astrid gedaan? En Emmen met sop in de tuin gegooid. Ja, dat moet je niet doen. Want dan gaat die op af. Want die vindt het leuk. Die gaat er met de neus erin. Dus de hele baard is zwart en vies. Ja, ik zeg, nou kan je dat schoonmaken. Ja, jouw probleem. Ik heb er toch dat water dan niet weggegooid. Ja, dan hoef ik het niet schoon te maken. Ik zei, wat moet ik ermee doen? Ik zei, nou met een doekje die daar aan de lade hangt. Ik zei, dan pak je daar een doekje vandaan. Dus dat heeft ze gedaan. Maar ja, nou is het weer helemaal, die hele bank ligt weer overhoop. Ze had het netjes gelegen, maar het ligt alweer overhoop. Ja. Ik zal gewoon niet tegen te werken met die kleine daar. Echt niet hoor, die is zo wild. Zo wilde braspop, echt. Maar ja, doet er niet toe, lieve vrienden. Ik hou jullie op de hoogte van de rijden en zeilen van Corina en de beestenboel. Ook moet ik nog naar YouTube toe. Ook moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik heb een hoop te doen nog, ja. Maar er zijn dingen wat momenteel even wel voorgaat. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van je leven. Geniet van je dag. Geniet van de zonneschijn en doe het met een lach. Doei! Zo, lieve vrienden, ik was alweer thuis met de hondjes. En het, nou ja, ik heb het normale oude blokje gelopen, tenminste oud. Gewoon wat ik normaal eigenlijk overdag al deed, als het slecht weer was. En het was nou eigenlijk mooi weer om eigenlijk een paar kilometertjes te lopen, maar dat komt niet aan hoor. Nee. Huis niet. Doe ik me zeer met, want ja, ze trekken allebei. Vooral als ze ze nodig moeten. Dus ja, dat doet me zeer. Ik ben blij dat het niet in mijn onderrug zit. Dus ik kan die riem wel houden. Maar ja, je moet toch tegen trekken ook weer. Maar oké, ik moet nou ook zo meteen boodschappen doen. Dus ik moet nou op de booster, gelukkig maar. Want dat red ik niet lopend nou. Trouwens, dat doe ik toch nog nooit, omdat ik echt dan, ja, dan neem je van alles en nog wat mee. En dat red ik niet met een rollator. Nee, dat gaat me niet worden. Rollator is zo stug ook en die moet je dan optillen. En dat ken ik nou helemaal niet. Nee.
Maar ja, de dame ligt te slapen en ik ga even boodschapjes te doen. Rijka is buiten, die laat ik winnen. En dan neem ik ook even nog weer etiket op voor hun wat lekker. Dat heb ik voor ze. Nou, dat krijgen ze lekker vanavond. Ja, maar ja, ze krijgen ook nog een lekker snackje van me. Dat is gewoon voor lekker eten. Maar ze krijgen ook nog een lekker snackje van me. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja, daar ben ik blij mee, hè, met mijn hoefje. Jij, ze zijn zo lief. Ik zou ze ook voor geen goud willen missen. Hè? En ik had jullie toch al verteld dat mijn amaryllis gisteren gebroken is. Nou. Ik heb nou hier hoe dat in een vaartje staan. Is even goed, mooi hoor. Ja. Dat is nog een knop. Ja. Ik hoop dat het toch wel, hè. Het is toch bijzonder zo groot. Ja, ik ben er wel blij mee. Maar oké, ik ga nu even de hondjes uit. De hondjes, nee, die zijn al uit geweest. Ja. Ik heb het al doorgestuurd naar Jolan en naar Mario. Hey, wou je weer naar binnen? Kom maar aan. Ik heb doorgestuurd naar Mario, die route dat ik gelopen heb. En het is nu tijd voor boodschappen. Dus ik zou zeggen tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Terug van boodschappen doen we alweer met veel pijn en moeite. Maar ik heb het wel weer gered. En de boodschappen, nou normaal zou ik dat naar, naar binnen toe. Maar dat kon ik nou ook niet, nee. Ik heb dat weer vier maar later moeten doen. En dat ging ook weer met moeite en pijn, want je moet het toch wel weer optillen, et cetera. Maar ik heb ook weer wat gekocht voor mezelf. Maar ook eigenlijk voor Astrid, want die zat het meest gaan gebruiken en ik zo nu en dan is. Maar ideaal, ik laat het jullie eventjes zo zien, want het is maar een licht gewicht gevalletje. En dat komt er gewoon met mijn rechterhand alweer op. En gewoon met twee vingers hoor. Goed hè, goed bezig. Ja, dus dat gaan we eventjes. Hup, hup, hup. Dat is één. Nou, wie mij lastig valt, hè? Of mijn hondjes? Foei, mag niet. En het emmertje, heel klein emmertje maar. En zit het tussenschotje in. Ja. En er zitten nog attributen in. Hier zit een dweiltje aan. Kijk goed, hoe dat zit, weet ik niet. Aha, aha. Dat moet eerst om. Dat dweiltje, dat moet eerst hier omheen. En dan eroverheen trekken. Aha. Hé, hey, ja, joh. Oude mekkerkont. Zo. En dan leg je het zo overheen. En dan kan je dweilen. Nou, dan kan die recht natuurlijk. En ja, ik kom eraan. Oh, reservedweiltje erbij. Dat vind je niet vaak. Wow, daar ben ik blij mee. Dan moet ik even dit neerzetten en even de kandel of eruit laten. En die wil naar boven toe. Althans naar de hal. Ja. Ja, oké. Nou, je gaat gauw maar. Doei. Zo. Want de bekende goedkoopste winkel, die had dat ook. Maar helaas pindakaas. Wat dit is, weet ik niet. Ik denk wieltjes of zo. Ik weet het echt niet. Toch dicht kunnen. Oh ja, tuurlijk, dat zijn de stoppen. Tuurlijk, dat zijn de stoppen. Niet wieltjes, ik met mijn wieltjes. Je moet er stoppen in doen, anders loopt hij natuurlijk weer leeg, hè? Er zitten gaatjes in.
Ik ben blij dat ik rechts het nog wel allemaal kan doen. Ik voel nog wel, want ik druk op de linkerkant, dus ik voel dat degelijk wel hoor. Ja. Ja. Mooi. Gaan we verder kijken. Want dit ding. Ik weet niet hoe dat zou moeten. Die moet er overheen. Dat weet ik wel. Even zien. Dan moet dat ook nog precies zo en niet anders. Geloof ik. Zo past die beter. Ja. Het andere wou niet. En dan zet ik de kleuren. Ja. Nou heb ik hem goed. Klopt als een bus. Die behoort scheef te zitten. Maar dan moet je die dweil dus doorheen krijgen. Op een of andere vreemde manier. Moet dat daar doorheen kunnen? Nou, ik zou het niet weten hoor. Oh, wacht even, dat moet. Oh ja, daar doe ik nat in. Wacht even hoor. Daar moet ik geloof ik nat in. Dat je nat maakt. Jongens, jongens, jongens. Ja, verder kan hij toch niet, dus je moet hem twee keer erin doen, geloof ik. Om hem nat te maken en daarin uit te wringen of zo. Ik weet het niet. Maar ja, komt wel goed. Want Astrid heeft er zelf ook één. Dus, zit er nog meer in? Dat is een zakje. Het boekje. Aha. En het soort beleven. Ja, oké, hoe het in elkaar moet, dat we kennen kind zelfs al. Daar hoef ik geen boekje bij te hebben hoor. Nee. Maar in ieder geval, voilà. Ik ga hem verder in elkaar zetten. Ja. Hup, die op de grond. Hier zit de knup in. Een knuppie. Een knuppie, een knuppie, een knuppie. Zo. Dat is 1. En dat is 2. Dat is kleintje. En dat is 3. En dat is 4. Deze, daar moet je hem mee ophangen. Als je hem al wilt ophangen. Nou, we gaan eerst. Nee, dat gaat er niet worden, hè? Aan die kant. Zo, de volgende patiënt, dus die. En dan de laatste. Dan draai ik hem eventjes om. En dan moet... Ja, moet je dat ingedrukken? Zo, hij zit. En toen deed hij het.
Ja. Maar nou. Hup. Zo, nu staat hij in de emmer. Ja, toppie. Nou, dan is het die daar even ertussen. Zo, nou. Oh, wacht even. Ik moet het even op een andere manier. Kan die daar naartoe. Zo, nou. Voilà. Toppie toch? Ik ben er blij mee. Ja, enkel ik vind het water op zich heel weinig. Maar ja, wat doe je er tegen? Je kan hem ook desnoods in een grotere emmer zetten. En dan die stopjes eruit halen. Tenminste één stopje of zo. Dat je het vuile water is, hè? Ja. Het zou mogelijk zijn, denk ik. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we merken het wel. Ik ben er in ieder geval blij mee. Ja. Dus, nou, ik zet hem gewoon met zijn geheel, hup, in de doos. Zo. Ja. En dan gaat hij, ik zie wel, ik zet hem daar wel even neer. Niemand, ja toch? Niks aan de hand. Nou ga ik een bakje koffie maken en ik heb ook nog wat lekkers gekocht. Ook een bounty voor mezelf. Voor de roepies. Schaartje. Ja, hier voor jou een meisje. En voor de dikke, ja. Zit hier een ritsluiting in? Nee. Nee, geen ritsluiting. Zit geen ritsluiting in. Oh, wat lekker. Dat is een dikke boer. Oeh, jij ook. Zo, en ik heb ook nog Frolic. Tenminste, de goedkope variant. En vanavond zometeen straks met eten krijgen ze vlees. En ik ga aan de koffie. En deze maak ik er dicht. Met plakband. Of wat dan ook. Want ik heb hem te ver over. Ja, je krijgt er nog één. Waarom nog niet? Hè? Dat breekt af. Kort voor dikkie. Dat is niet de bedoeling. Goed zo. Nou. Hup. Hak hier nog een knijper. Knijpertje, knijpertje, knijpertje. Ik zie geen knijper. Ik toch echt een knijper had. Ik zie het echt niet meer zitten hier. Ik word echt een beetje van mezelf krijg niet hoor. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je van jezelf gek wordt? Ik dus wel. Nou, dan doe ik er een plakbandje overheen. Kan er ook niks aan doen. En niet eens een normale plakband. Nee, geen zin in om dat in te pakken. Ik zweet dat gips van me af. Omdat ik de pijn probeer te vermijden. Ja, ken je dat? Ga fietsen stelen. Zo. Dat is één. Zo. Dit gaat in de muur. Die kan hier weer. Lekker pui. Opgeruimd zit netjes. Ja. Ik ga koffie maken. Ik zou zeggen tot later, lieve vrienden. En ja.
misschien tot straks, ik weet het echt niet. En anders tot morgen. Maar in ieder geval heb je in ieder geval sowieso een liefdevolle avond en wees lief voor elkaar. Ja, dat moeten jullie wel beloven, hè, aan mij. Wees lief, ook tegen een vreemde. Doe ik ook. En dat ik met de hondjes uit was, nou, ik zal je vertellen. Ik kon die hele man niet en hij zag er niet uit. Tenminste, in mijn ogen niet. Hij had lang haar. Nou, ik hou er al helemaal niet van dat een man lang haar heeft. Dat vind ik niet mooi staan. En het zat ook nog wild om zijn hoofd heen. En hij had een trainingsbroek aan met gaten erin en weet ik van wat nog meer. Ik heb het ook zo. Maar zo lief en vriendelijk en een hele goede dag. En ja, in deze tijd, vriendelijkheid kost niks. Ja, ik geef hem groot gelijk. Ja, was leuk, was lief van hem. Maar ja, oké, ik kon hem die hele man, ik had hem ook nog nooit niet eerder gezien of wat dan ook, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Ik moet nog steeds naar YouTube toe. Mijn bek af, maar het moet wel. Nou, ze zeggen tot later. Doei!